niet te vijden, maar ik vind het ontzettend zwak. Maar die zei ze, ik heb elke keer gezegd, precies graag mijn quote maken. En na half een tijd, je moet echt mensen kwetsen. En dan zie je 2,5 dat we hebben gespeeld, is een dag en nacht verschil. En ik ben een beetje op de Antwerps kotsmoek van dat te doen elke keer. En ik verwijt ik voor why did de spelers half een tijd alles. En het was soms menselijk, soms het was niet menselijk. En dan zie je hoe we spelen 2,5. Ja, dat is waar. Het scherpte begint ook begint te komen en ik voel me ook veel beter op het veld. Ook in de ploeg, dus maar ja, moet hè. Als je goed traint, dan komen resultaten natuurlijk. Hè. Absoluut niet. Hetzelfde verhaal als de voorbije weken eigenlijk. En zeker de afgelopen wedstrijd tegen Geel. Ook heel slecht gestart en dan ons een beetje herpakt in de tweede helft. Dan hadden we pech dat we op het einde dan toch nog onderuit gaan. En nu hebben we geluk dat we de tweede helft tijd nog kunnen keren. Want voor hetzelfde geld loopt op een counter, is 0-2 en is de wedstrijd weer gespeeld. Schitterende vervanging. Hè. Heel beslissend, Dimi ook, leidt ook mee aan de basis van de overwinning. Hè. De eerste goal, dat is wat Dimi kan. Hè. Dat is opduiken in de 16 en uit het niets een score. Hij heeft er nogal gemaakt voor ons, die weinige minuten had hij gekregen. En dan die tweede goal, de penalty, lokt hij ook uit. Ook fantastisch gedaan, ze lekker de spits eigenlijk, dat het moet. En ik ben blij voor hem ook dat hij beslissend kan zijn, want hij heeft ook al een aantal moeilijke weken achter de rug. Een paar keer buiten de selectie gevallen en zo, 16e man, dat is nooit niet leuk. Dus ik denk dat dat voor hem wel vertrouwen geeft ook.